vieren Pagua hier in de Palmetuin. Je ziet het, hele drukte. En ik denk dat ze overal Pagua vieren. Alleen hebben wij een primeur, dat is het makentjorspel, waarbij het straks 9 groepen gaan proberen op 6 meter hoogte de pot met de kleurcel om te kiepen. Is de overwinning van het goede op het kwade en een inluiding van het nieuwe jaar in India, lentefeest. Het is en blijft een Hindoestaans feest, sowieso. Het is een Hindoefeest, laten we dat voorop stellen. Maar in Suriname is Pagua het meest nationale feestdag die er bestaat, waarbij alle bevolkingsgroepen dat meedoen en feest vieren. Dus, en wij proberen hier in de Palmetuin dat te laten zien, te laten merken. We laten ook door middel van het makentjorspel laten we alle bevolkingsgroepen meedoen. En het is ons geluk. Vandaag hebben we Nakskasikoloko weer. We hebben vandaag de Chinese groep van Sheung Fa Fu Kong die gaat meedoen. We hebben de inheemse groep uit Grand Creek en Maho. En we hebben allemaal Hindoestaanse culturele groepen. Dus het is helemaal multicultureel wat men vandaag hier gepresenteerd krijgt. Oké, de pot is leeg. Makentjor is een epos uit de Krishna Lila van de Mahabharat. Waarbij God Krishna verzot was op zoetigheid, op honing. Maar zijn moeder ging altijd de pot met honing zo hoog mogelijk bewaren. Maar God Krishna, die was zo lenig, hij ging toch de pot op een of andere manier de pot pakken. Hij ging de pot dan stelen. En elke keer als de moeder terugkwam, was de pot leeg. Alle honing was opgegeten. Het wordt moeilijker voor de finalisten. De pot gaat zo meteen 1 meter hoger. De brothers! Dit makentjorspel wil ik verheffen tot een nationaal volksspel in Suriname. Het moet niet alleen op Pagua-dag gehouden worden. Het moet ook op Immigratiedag. Het moet ook op Onafhankelijkheidsdag. Het moet ook op 1 juli Ketikoti-dag. Het moet ook op de dag der inheemse. Dus daarom wil ik die erkenning hebben dat de regering dit gaat adopteren en zeggen: meneer Malu, we gaan dit nationaal. Makentjor Festival van u verheffen tot het nationaal volksspel. En als ik hier sta als voorzitter van die nationale commissie, 40 jaar presidentie, dan kan ik meneer Malu de verzekering geven dat wij als commissie, de president, de regering, de nationale assemblee gaan adviseren om zijn verzoek in te werken. Nog 1 keer moeten ze hard hun best doen en dat is deze trofee eigendom. En daarna is de bedoeling dat de volgende wisseltrofee het presidentieel wisseltrofee gaat worden. En dat gaat altijd worden uitgereikt, hopen we, door de president van de Republiek Suriname. Kommeweide wint weer. Ik woon zelf in Kommeweide. Thank you, boys. De brothers uit Kommeweide.